doden bij schietpartij in Luik. Geen meldplicht meer voor moordenaar Fortuyn. De moordenaar van Pim Fortuyn hoeft zich niet meer te melden bij de reclassering. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Dat betekent dat Volkert van der Graaf nu naar het buitenland kan. Iets dat hij erg graag wil. Volkert van der Graaf komt 2 weken geleden naar de rechtbank. Hij wil emigreren en dus wil hij af van zijn meldplicht bij reclassering. De rechter stemde daar vandaag mee in, omdat volgens de rechtbank de kans klein is dat Van der Graaf in herhaling valt. De meldplicht vervalt dus voor Van der Graaf. Na zijn enkelband en de psychologische begeleiding is dat al de 3e bijzondere voorwaarde die wordt geschrapt. Van der Graaf wil niet zeggen naar welk land hij wil emigreren. De nabestaanden van Pim Fortuyn denken dan ook dat het een truc is. Joris van Poppel, hè? Kan hij eigenlijk echt emigreren? Joris van Poppel. Nou, niet zomaar, want officieel staat hij nog 2 jaar onder toezicht van de reclassering. Maar de vraag is natuurlijk, wat stelt dat toezicht nog voor als Volkert van der Graaf geen meldplicht meer heeft, geen enkelband en ook geen begeleider meer. De reclassering heeft bij de zitting 2 weken geleden gezegd dat er misschien een soort jaarlijkse rapportage moet komen. In de praktijk betekent dat Volkert van der Graaf kan gaan en staan waar hij wil, ook in het buitenland. En hoe wordt daar verder op gereageerd? Het Openbaar Ministerie onderzoekt de uitspraak nog, gaat overleggen met reclassering, gaat misschien ook in hoger beroep. Andere mensen, Hans Smolders bijvoorbeeld, de oud-chauffeur van Pim Fortuyn, die noemt deze uitspraak wereldvreemd en die zegt dit ondergraaft het vertrouwen in de rechtsstaat.